Ja, dit beeld is eigenlijk een van de meest iconische beelden die in de tentoonstelling zit. Het is gemaakt, denk ik, in 1990. En het is een beeld dat een pop vertolkt. Een pop die ik trouwens eigenlijk had tot voor kort, nu niet meer, ongelukkig. En je ziet dus in die donkere lijnen, dat is eigenlijk de ritssluiting waar dat je ze dus eigenlijk mee kunt openen en opvullen. Dit is een van de schilderijen, bijvoorbeeld een van de weinige schilderijen waar iets gebeurd is. Ik was eraan aan het werken en ineens ging het niet meer op een bepaald moment. En dan heb ik op een bepaald moment, was op een bepaalde manier aan het werken, want ik heb eerst onder de onderlaag een soort van vernisachtige laag aangebracht, waardoor het je voortijdige krakeleuren krijgt. Omdat ik het idee wou krijgen tussen stof, maar ook eigenlijk het idee van porselein. En was het nu daardoor, ik weet het niet, maar op een gegeven moment begon er iets eigenlijk te horten en te stoten. En dan heb ik het uitgevaagd, dus weggeschilderd helemaal. En ineens die lijnen in de verf gezet. Dus die twee lijnen die je daar ziet. Daarmee die ook zo uitbloeden aan die kanten daar ook. En dan daarop ineens eigenlijk het contrast gezet. En ineens was het beeld er. Dat is eigenlijk gebeurd na een hele dag werken. En ik wou het laten vallen. En dan ineens toch teruggekeerd. Er zijn zo'n paar van die beelden die zo gemaakt zijn. En dan ineens door een aantal handelingen die zeer snel zijn, zeer gedecideerd, ontstaat dan eigenlijk toch nog het beeld. Dit schilderij is eigenlijk helemaal op het einde van die reeks ontstaan. Dat zijn soms heel rare schilderijen. Dat zijn ook de schilderijen die als deksteen dienen, als sluitstuk, waar je zegt van ja, hier stoppen we dan ook met deze reeks op die tentoonstelling. En dat was zo echt een van die allerlaatste werk. Hetgeen wat het schilderij eigenlijk moest doen, was eigenlijk ja, het idee van dat objectmatige uit te drukken, maar ook zo natuurlijk. Je hebt daar van alles bij. Je denkt aan een pop, je denkt aan de jeugd, je denkt aan de onschuld. Dat zijn allemaal van die dingen die natuurlijk daarin zitten. En vooral ook natuurlijk dat idee van die zo bekend een cicatrice die zo eigenlijk een litteken eigenlijk zo dat erin komt. Waarom de pop? De pop gewoonweg omdat ze lag daar eigenlijk in mijn atelier. Ook zo van die elementen die je vergeet, die je bijhoudt uit je jeugd. En ook het feit dat zo die pop wel heeft, die kop is iets totaal anders, ander materiaal. Dat laag, dat is die voeten en die armen uiteindelijk zijn ook totaal anders. Maar daartussenin is die pop volledig gemaakt uit stof. En men kan die dan eigenlijk met een ritssluiting openen en dan opvullen en dan komt het lichaam eigenlijk stelselmatig tevoorschijn of krijgt men een volume in principe. En dat vond ik een zeer fascinerend iets. Het is bijna als men iets opblaast, maar dan met materiaal eigenlijk. Mijn eigen jeugd zelf was een jeugd die eigenlijk ook niet zo geweldig gelukkig was in principe. Ik ben redelijk ernstig gepest op de school gelopen. Ik was ook een zeer stil, teruggetrokken kind. Wat dan met de puberteit ineens veranderd is als ik ineens ben gegroeid en eigenlijk ineens ook begon meer te praten en eigenlijk het omgekeerde begon te doen van wat ik tot die tijd eigenlijk had gedaan. Om nu te zeggen dat dat rechtstreeks een invloed had om dat beeld te maken, is misschien een beetje overtrokken. Maar het is wel zo natuurlijk dat het beeld gestuurd wordt in termen van wat zijn emotieve waarde is. Het is niet zodanig een beeld, zoals ik al zei, dat de pop in zijn normale vorm laat zien, in zijn schoonheid laat zien, maar eerder vooral op die, vooral dan die ritssluiting, die eigenlijk twee zwarte incesties zijn, kerven bijna in het beeld. Als ik dat weer terug zie, dat het een, hoe klein het ook is, dat het een soort van tactiliteit is, ook het feit dat het zo een enigmatisch werk is. Het heeft iets, toch een tikkeltje bijna ook een beetje een icoon binnen het werk. En er zijn er een aantal die hier eigenlijk verzameld zijn in de tentoonstelling.